Dames en heren, geachte leden van de gemeenteraad, publiek op de tribune, van harte welkom. Ook de welkom aan de mensen vertegenwoordigers van de media en natuurlijk de mensen die ons thuis volgen via de moderne media. Ook van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 10 mei 2016. De vergadering is geopend onder mededeling van afwezigheid van de heer Erik Bak, de heer Jaap Wilts, Jammes Jansen. En mevrouw Henriette van Veldhuis heeft aangekondigd later te zullen arriveren. Ik maak kenbaar dat wij een wijziging hebben, fysiek althans gezien, van niet alleen fysiek moet ik over zeggen, maar fysiek. In onze raadsronde is er een verschuiving heeft er plaats gevonden. Mevrouw Baarslag is ergens anders komen te zitten. Zij zal dat zo bij de mededeling nader toelichten nog. En ik kondig u ook aan dat dit een tijdelijke aanpassing is. En dat definitieve aanpassing de komende weken voor de volgende raadsvergadering geëffectueerd zal zijn. Waarbij dan niet alleen mevrouw Baarslag een andere plek heeft gekregen. Maar ook mevrouw Anne van der Hoek naar een andere plek gaat verschuiven. Maar nog steeds constateer ik binnen de ring van deze raad allen tezamen 31 raadsleden. Wij komen bij de mededelingen. Mevrouw Baarslag, ik geef aan u het woord. Voorzitter, mij is ter oren gekomen dat u het prettig vindt, althans zo is besproken in het presidium, dat ik even een verklaring geef waarom ik van zetel gewisseld ben, zullen we maar zeggen. Dus als u mij daar gelegenheid voor kunt geven, dan wil ik dat even doen. Dat wil ik graag doen. Er is natuurlijk in de publiciteit heeft er al het een en ander gestaan. Maar ik denk dat het ook goed is te midden van deze raad dat nog even een toelichting te geven. Goed. Woord is aan mevrouw Baarslag. Nou, ik sta er niet bij, maar het heeft dezelfde impact. Geachte raadsleden, college en inwoners van Hardenberg. Op uw verzoek geef ik graag een toelichting op het besluit van Leefbaar Hardenberg en de VVD Hardenberg om vanaf heden gezamenlijk op te komen voor het liberale gedachtegoed in onze mooie gemeente. In de afgelopen jaren heb ik mij, zoals u weet, ingezet voor een leefbaar Hardenberg voor alle inwoners. Onderwerpen als windmolens, gratis parkeren en met name transparantie van bestuur waren altijd belangrijke onderwerpen waar ik me voor heb ingespannen. Burgers moeten goed geïnformeerd worden en gewoon inspraak hebben op het beleid van de gemeente. Dit blijft een aandachtspunt, ook nu we samen de VVD verder gaan uitzetten. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de steun die ik heb mogen ontvangen van velen in onze gemeente. Uitgangspunt van mijn beleid is en blijft het liberale gedachtegoed waaruit Leefbaar Hardenberg is ontstaan. Daarin staan we zometeen samen sterker. Zoals u weet vind ik vernieuwing van Hardenberg noodzakelijk. En dat geldt ook voor het openbaar bestuur. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heb ik ontwikkelingen gezien bij de VVD-fractie die bij mij als in hernieuwd vertrouwen aankwamen. En dat heeft er in de handelswijze van en de focus van de fractie ertoe geleid dat wij daar gesprekken over hebben gehad. In de afgelopen 2 jaar hebben we beide deel uitgemaakt van de oppositie in de gemeenteraad, met samenwerking op verschillende onderwerpen als logisch gevolg. Ik ben dan ook overtuigd van de meerwaarde die dit samengaan van onze twee partijen geeft voor onze kiezers en voor de lokale politiek. Ik ging en ga voor een nieuw Hardenberg. Ik zie het gedachtegoed van Leefbaar Hardenberg verankerd in onze samenwerking en zie het als een kans om gezamenlijk onze liberale slagkracht te vergroten. Dat zal een versterking geven van onze wederzijdse belangen ten einde mijn verkiezingsbelofte aan de inwoners van Hardenberg waar te kunnen blijven maken. Wij, voorzitter, hebben er alle vertrouwen in. Dank u wel voor uw toelichting, zeker uw mededeling. En ik weet niet of er behoefte is om te reageren, dat is, hoeft niet, maar we kregen graag de gelegenheid voor. Dus in ieder geval, dan nogmaals dank voor uw verklaring die u hier in de raad heeft afgelegd.
Komen wij bij agenda punt 2. Vaststelling van de agenda. Kan deze uw goedkeuring wegdragen? Geen op- of aanmerkingen. Akkoord. Agenda punt 3. Spreekrecht bij de agendapunten. Daar hebben zich geen mensen gemeld. Ook nu zie ik geen handen. Op de tribune ook niet. Dan kunnen we dat punt afhameren. Dat brengt ons bij agenda punt 4. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Odink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de aanbieding en de bespreking van het rapport van de Rekenkamer in de oriënterende ronde van 19 april, jongstleden, Shopping is a Feeling, over de realisatie en beleving van centrumplannen in Delenswaard en Harderberg, zal er nog een formele reactie komen van het college op de aanbevelingen van de commissie. En wij zijn even benieuwd wanneer we die aanbevelingen, zeg maar, of de reactie tegemoet zouden kunnen zien. Vorige week heeft de Rekenkamercommissie, dat is de volgende vraag, het eerder genoemde rapport aangeboden aan het centrummanagement van Delenswaard en Harderberg. En in september 2015 heeft het centrummanagement een actieplan gelanceerd die in samenwerking met meerdere partijen, waaronder de gemeente Harderberg, tot stand is gekomen. Ook hierover hebben wij vorige week van gedachten gewisseld. En de vraag is, zou het college eens willen reageren op hun deel van de taken van dit actieplan en een update kunnen geven over de status hiervan? En vervolgens hadden we nog de afsluitende vraag van, hoe zou het college momenteel, zeg maar, de onderlinge samenwerking met alle betrokken partijen, zeg maar, en met ook het centrummanagement willen typeren? Dat zijn de drie vragen die wij hebben. Akkoord. Ik heb voor de beantwoording van de vragen eerst even in mijn eigen richting als portefeuillehouder. Met uw goedvinden wou ik dat vanaf deze plaats doen. En dan blijft er wellicht nog wat liggen, maar ik kan ook alles in één keer meenemen. Ook de termijn van reageren rondom het rapport, zeg maar, wanneer de aanbevelingen deze kant op komen. Om daarmee te beginnen, die worden verwacht in de week van 24 mei. Dus dat is, zeg maar, of binnen 2 weken zullen die antwoorden er liggen. Daarbij zeg ik wel dat het is een rapport van de Rekenkamercommissie, dus van uw raad zelf. Maar we hadden aangegeven vanuit het college om ook met een formele reactie te komen. En dat is voorzien in de week van 24 mei, dan kunt u dat tegemoet zien. Wat betreft, en daar zie ik dan ook maar de actualiteit van uw vraag in, naar aanleiding van de bijeenkomst vorige week die er is geweest, waarin het rapport nog eens toegelicht aan de stakeholders. Een korte reactie op hoe staat het er op dit moment voor en hoe ligt het met de uitvoering van de acties? Daarbij wil ik graag onderscheid maken tussen uitvoering van acties die liggen bij de gemeente en die liggen bij het centrummanagement, want dat is nou net de kern van het hele actieplan. Er liggen uitvoeringsafspraken voor een ieder. En ieder moet zijn deel daarin oppakken. En 1 keer in de 6 weken komen we bij elkaar. Dat zegt ook iets over de actualiteit. Elke 6 weken wordt er bij elkaar gekomen om de voortgang van de acties te bespreken. En als ik het dan heb over de uitvoering van de acties, want ik kan niet voor het centrummanagement spreken. Daar ligt overigens een belangrijke verantwoordelijkheid, denk ik, ook bij de ondernemers zelf om een aantal zaken op te pakken. Die urgentie die is er ook, maar die hoort er ook te zijn. Maar als ik het heb over de acties van de gemeente, dan nou zo even voor de vuist weg van wat is er nou in uitvoering of wat is er voorbereid. De afgelopen periode hebben we natuurlijk de bestanden, de panden, de ontwikkeling van de panden aan het Oosteinde herbestemd. Nou, dat is ook fysiek te zien, zeg maar. Daar is al afbraak geweest. En vanavond ligt een bestemmingsplan voor, al, om daar een klap op te geven. En inmiddels is een projectontwikkelaar bezig om daar een ontwikkeling, zeg maar, op gang te zetten, waar de gemeente ook een verantwoordelijkheid samen met uw raad een verantwoordelijkheid in heeft genomen, ook voor een stuk voorfinanciering. En dat zegt denk ik ook wel iets over de urgentie, het urgentiebesef bij deze gemeente. Daarnaast zijn we bezig met herbestemmen en het ontwikkelen van het Bouwmanplein. Dat is in uitvoering. Nou, fase 1 is afgerond, dat is aan de voorzijde, zeg maar, waar appartementen en aan de onderkant een aantal winkels in zitten en nog ruimte is. Dus dat is ook in volle uitvoering. We zijn erg blij ook dat daar
zeg maar aan die kant van de Voorstraat een ontwikkeling heeft plaatsgevonden waar we ook aan hebben meegewerkt in ruimtelijke ordeningszin. Op dit moment is de gemeente bezig met detailhandelsvisie, ook een van de afspraken uit het actieplan. We hebben een aantal stadbijeenkomsten nu gehad. Ik heb zelf twee meegemaakt hier in Hardenberg, waarbij we nu gaan werken aan die herijking van die detailhandelsvisie. Ik moet zeggen, dat zijn hele inspirerende bijeenkomsten geweest. Er is ook een rondgang geweest, er is een schouw gemaakt. Ik dacht anderhalve week geleden. Is er rondgekeken en gezegd van, nou, waar moeten we aan werken? Dus dat speelt op dit moment ook volop. En daar hebben we ook weer een aantal ondernemers bij betrokken. Die daar kritisch, maar ook zeer gemotiveerd zijn om daar aan mee te werken. En volgende week is daar volgens mij ook een raadsbijeenkomst over om daar verder over te praten, over die detailhandelsvisie. Dus ook dat zit al volop in de uitvoering. Dan, het marktplein is verfraaid. Vorig jaar hebben we dat al opgepakt. Bomen geplant, nieuwe stoelen, banken neergezet. Ook in overleg met alle partijen rondom de markt. Dus overeenstemming bereikt over het parkeerregime. Er zijn nieuwe tarieven afgesproken, waarbij ook deze gemeenteraad ook heeft gezegd van parkeren van de tarieven, om het zo maar even te zeggen. Er is een financiële bijdrage gedaan aan de centrummanager vanuit de gemeente Hardenberg. 10.000 euro. Koopstromenonderzoek is afgerond. En de vestiging van de Lidl, ik denk dat het ook genoemd mag worden als nieuwe trekker. Waarbij ook met name de gemeente zich heeft ingezet om in het kader van de aan- en afvoer een aantal ontwikkelingen op gang te zetten om dat ook te faciliteren. Nou, dat zijn zo wat dingen. Er zijn veel meer zaken genoemd. Het belangrijkste is eigenlijk dat we zeggen van ja, dat actieplan heeft een scope van 3 jaar. We zijn nu denk ik nog 1,5 jaar ongeveer onderweg. We zijn op de helft. Naar de zijde van de gemeente is er denk ik ongelooflijk veel gebeurd. Dat is ook de reden dat morgen, dacht ik, donderdag. Ja, nee, donderdag. Donderdag, overmorgen. Een collegelid van ons, Douwe Prinsen, in Den Haag. Ja, in Den Haag zal spreken op een congres over retail. Om te laten zien hoe je vooral dingen gaat doen. En wat de rol en de stimulerende rol van de gemeente daarin kan zijn. Nou, op die manier proberen we dat te faciliteren. Ik denk ook dat de urgentie er is. Hè, dat is iedereen ook van overtuigd. Wij proberen ons steentje daar volop aan bij te dragen. De samenwerking die is goed, wat mij betreft. Die is constructief. Veel overleg over de voortgang. En soms zal dat voor sommige mensen niet snel genoeg gaan. En we zijn natuurlijk allemaal geschokt als er weer een bedrijf failliet is. Maar aan de andere kant moeten we daardoor ook niet in paniek raken. We hebben een mooie koers uitgezet, denk ik. Er zijn goede acties afgesproken. Wij pakken ons deel daarin. En ik denk dat het ook goed is dat de andere partijen dat ook doen. En die indruk die heb ik ook wel. Ja, het blijft natuurlijk altijd zo dat je verschillend kunt denken over hoe je omgaat met bepaalde vraagstukken. Of met bepaalde aanpak. Over de komst van een supermarkt. Of moet nou de bomen nou daar staan. Of hoe denk je nou precies over de invulling van een winkelgebied, die discussie die blijft. Maar dat gesprek kan en wordt ook gevoerd binnen de actieplancentrumgroep die daarmee werkt. Dus ik denk dat ik daarmee hopelijk al uw vragen heb beantwoord. Ja, dank u wel. Je hebt inderdaad alle vragen beantwoord. Ik heb nog wel één vervolgvraag en dat was over die detailhandelsvisie. Kunt u misschien ook aangeven wanneer u die verwacht aan de raad aan te kunnen bieden? Volgens mij is het nu voorzien, want er loopt daar een proces in, dat die in oktober, november definitief kan worden aangeboden. Dat is een belangrijk document ook. Maar tegelijkertijd hebben wij ook destijds gezegd bij de totstandkoming van het actieplan voor Hardenberg, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor Delingswaard, wij moeten vooral dingen doen. Deze tijd vraagt vooral acties, maar ondertussen is het ook wel goed om een visie op te gaan stellen. Nou, daar wordt dus nu volop aan gewerkt. In oktober komt die visie in de richting van nu gemeente. Hartelijk dank ook voor de beantwoording toelichting. Akkoord, dank u wel. Anders geen vragen voor de actuele vragenronde. Dat is niet aan de orde. Dan brengt ons dat bij de vervolg van de agenda. En ik pak hem er nog even bij. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 april 2016. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u geen aanleiding tot maken van opmerking. Al dus vastgesteld. De hamerstukken van vanavond, zoals gezegd, mooi vervolg
op wat doet de gemeente nou? Nu ligt er weer heel concreet een verzoek aan uw raad voor vaststelling van bestemmingsplan Hardenberg Centrum Oosteinde 23-25-27. Behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval kunt u instemmen met vaststellen van dit bestemmingsplan. Dat is het geval. Akkoord. Dank daarvoor. De ingekomen stukken tot en met 19 april van dit jaar. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Akkoord. De rondvraag. Agenda punt 8. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. Wie is er niet? Dan zijn wij toe aan agenda punt 9. De sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 10 mei 2016. Ik sluit de vergadering. Dank voor uw bijdrage.